Goedemiddag, dames en heren. Welkom in 2021. We zijn een tijdje afwezig geweest, want onze cameraman die vond het nodig om 3 weken op vakantie te gaan. Ja, het kan allemaal hier. We doen niet moeilijk. Alleen, ja, jullie hebben eventjes moeten doen zonder video's. Maar goed, elke week zijn we weer op beeld en op jouw televisie. Uiteraard, op de telefoon, je tablet, wat je wil. Dus we zijn er weer. In die 3 weken dat wij niet op beeld zijn geweest, is wel een hoop gebeurd. Een hoop auto's verkocht, een hoop nieuwe plannen gemaakt, ontwikkelingen. Er gaan heel veel leuke dingen aankomen. Allereerst wil ik beginnen met voor iedereen de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2021. Ik denk dat er een aantal mensen zijn die waarvoor 2020 een heel zwaar jaar is geweest. Voor heel veel mensen is het gewoon heel moeilijk gegaan. En misschien zelfs richting het einde van het jaar ging het weer hartstikke goed. Maar het valt niet mee. Blijf positief en blijf denken aan de leuke dingen. Dat is denk ik de manier om een vervelende tijd als deze door te komen. Het is van de een makkelijker dan de ander, of dan wel moeilijker dan de ander. Maar we komen er doorheen. Echt. Wees creatief in deze tijd. Blijf nadenken. Blijf relativeren. En dan komt het allemaal goed. 100%. Ook wij hebben er last van. Heel veel mensen hebben er last van. Doorgaan. Nou, het is denk ik heel Nederland niet ontgaan dat Nederland in lockdown is. Nou, ook wij zijn daarom in onze showroom gesloten. De werkplaats is open, want ja, dat mag dan weer wel. Maar de fysieke showroom is gesloten. Dus wil jij nou toch een van deze auto's zien? Want jij denkt, ja, in lockdown tijd verveel ik me en ik wil gewoon een rondje kunnen rijden of wat dan ook. Want ja, in je auto een rondje rijden, daar is niks strafbaars aan. Dan kan je hem nog steeds bij ons kopen, maar dan komen wij naar jou toe in plaats van jij naar ons. Iets wat we al langer doen, alleen nu ja, met nadruk, gewoon heel simpel. We kunnen alleen maar naar je toe komen of ergens op straat afspreken. Maar goed, dat kan ook nog wel eens een keer erg fris of regenachtig zijn. Dus we komen gewoon naar je toe. Dus heb je een auto gezien, heb je een auto op het oog, zit je ergens aan te denken, kijk op onze site en wil je nou specifiek wat dingen uitgelicht hebben. Hè? Interieur, exterieur, wielen, remmen, lampen, spoilers. Wat dan ook, bel ons. Wij maken een filmpje, we videobellen, maakt allemaal geen hol uit. Onze cameraman die kan ook zijn werk gaan doen. En dan maken we er gewoon wat moois van. En dan kan jij aan de hand van een hele goede video bijvoorbeeld alsnog een auto kopen. Proefrijden wordt wat moeilijker, maar weet je wat, we komen gewoon naar je toe. En dan kan je een rondje maken. En als je dan denkt, hij rijdt inderdaad zo goed, is die aan jou verkocht. Zo simpel is het. Dus laat het ons gewoon weten. In ieder geval, de showroom staat bomvol. Waarom? Ja, ik wil er gewoon alles binnen hebben. Heel simpel. Normaal staat er een gedeelte buiten, maar in de kou en in de regen wordt het alleen maar vies, gaan ze er niet op vooruit. En aangezien we toch geen mensen mogen ontvangen, heb ik alles gewoon een beetje binnen gezet. Ja, het staat niet zo mooi, maar ze staan in ieder geval schoon en droog binnen. Maar goed, ook dat probleem krijgt een oplossing. En dat komen jullie in de komende weken ja, te weten. Zo simpel is het. Dus blijf kijken. Nou hadden we in de vorige video een vraag gesteld van welke kleur of welke kleurencombinatie zou jij op de R8 kiezen? Nou hebben we een aantal reacties gekregen, maar uiteindelijk vond ik dat nog een beetje tegenvallen, een beetje matig. Ik had meer van jullie verwacht. Nee hoor. We hebben wat ideeën gekregen. Hè? Welke kleur zouden we op de R8 kunnen plakken om de livery voor 2021 te hebben? 2020 was het gewoon de originele rode kleur. 2019 was die groen met goud. Maar wat doen we 21? Ik weet het eigenlijk nog steeds niet.
Ik heb wat dingen in mijn hoofd, maar nog steeds kan het zomaar zijn dat jij die kijkt een beter idee heeft. Dus heb je wat op het oog, pak een pen, een potlood, een dingetje, je computer waar je mee kan tekenen. En maak er gewoon wat van. En wellicht is het wel iets heel diks. Dus ja, en rijden we heel dit jaar met jouw livery rond. Dus laat het ons weten. Ik wil over 2 weken beginnen met plakken. Dus laat het me weten. En wij gaan er misschien wel iets moois van maken. Ik denk het sowieso. Alleen wat is nog de vraag. Nou, het laatste puntje met de R8. Dan gaan we weer door met het volgende. Een maand of 2 geleden hadden we 5 volgers geloot die een ritje mee mochten in de R8. Nou, toen kwam natuurlijk het coronaverhaal, dat speelde weer op. En nieuwe maatregelen, het mocht allemaal niet meer. En toen kwam de lockdown en die wordt nu nog wel eens waarschijnlijk ook nog eens een keer verlengd. Dus dat betekent dat je nog steeds niet mee hebt kunnen rijden. Maak je geen zorgen, wij vergeten jullie niet. Jullie mogen weer mee als dat weer mag. Als dat weer veilig is. Hou dat in gedachten. En ja, heb even geduld. Meer kan ik er niet van maken. Zo is het gewoon. Nou, om het jaar maar gelijk goed te beginnen, hebben we een heel leuk project. Iets waarvan we denken, ja, het is helemaal geen straatauto. Of je denkt bij jezelf, what the fuck is dit? Dit is een chassis, of laat het zo zeggen, dit is het chassis. Wat in de 12 uur van Spa-Francorchamps plat ging in de befaamde bocht Eau Rouge. Dat is een bocht waar menige coureur wel eens een keer een stukje van zijn auto af heeft gereden. En dat is ook wel een van de befaamde hoge snelheidsbochten die toch wel ten alle tijde in opspraak komt als de mooiste bocht van heel de wereld. Misschien wel eigenlijk. In ieder geval van Spa, maar een van de meest spectaculaire bochten. Daar ging deze auto achteruit de muur in. Overstuur, hield er niet mee, woep, boom, achterkant plat. Helemaal plat. Nou, het chassis was niet meer bruikbaar. Dat kwam te koop, dan wel af te halen. En ik heb met het Duitse team Zorg Rensport een deal gesloten. En ik mocht het chassis ophalen. Dan denk je, wat moet je ermee? Nou, het is heel simpel. Hier gaan we een race simulator van bouwen. Je hoort het goed. Nu denk je, nou ja, het is nog maar een kaal chassis. Wat wordt het dan? Nou, hij wordt echt... Zoals de originele auto, hè, zoals wij die hadden, de RS3 LMS, zo wordt die weer. Dus er liggen deuren, die hebben we. Er komt een voorscherm op, er komt een motorkap op, er komt een bumper op, splitter, alles komt erop. En aan de binnenkant, helemaal alles origineel, met de oude sportonderdelen, origineel dashboard, de pedalbox, hij ligt er los in. Dit is de plaat waar de pedalen opkomen. Dus ik leg hem even neer. De pedalen die komen er ook aan. Dan komt dit zo als voetensteuntje. Zo. En zo. En dan komen hier de pedalen. De 3. En dan is het gewoon echt zoals de echte raceauto's en de pedalen ook. Dus ook de zitpositie dadelijk. De stoel enzovoort. Mega dik project vind ik zelf. Vooral leuk om te doen. We worden door partners ondersteund. Dus dat maakt het extra leuk. En uiteraard scheelt het een beetje. Dus dat gaan we doen. Ik denk dat dit wel in een paar weken klaar is. Spulletjes zijn allemaal onderweg. Besteld en gedaan. En ja, als die klaar is, dan komt hij bij ons in de showroom te staan. En dan ja, mag je wellicht een rondje rijden. Dus blijf het in de gaten houden. Het is voor ons, heeft 2 functies. 1 om mee te trainen. En 2, ja, om ook onze klanten een beetje te vermaken. Dus... dat gaan we doen.
Zo, goedemiddag dames en heren. We zijn op een voor jullie denk ik inmiddels onbekende locatie. Voor mij inmiddels wel heel bekend. Ja, we hebben groot nieuws. We hadden het al gezegd. We komen met leuke dingen en dit is een van die leuke dingen. We gaan verhuizen. We staan in Moordrecht, het Gouwen Park. En we staan bij het pand, of eigenlijk het voormalige pand van Auto Terlo. En eigenaar Adriaan die gaat met pensioen en die zocht een opvolger voor zijn ruimte. Dus wij zijn overeengekomen en wij gaan verhuizen. Het was denk ik al een maandje bekend voor mij. Alleen sommige dingen moet je even officieel maken. Dus dat hebben we gedaan. En dit gaat het worden jongens. Straks reclame groot op het pand. De eerste auto's zijn er al. Foto's gemaakt uiteraard. En we willen aan jullie laten zien wat we gaan doen. Dus dit gaat het nieuwe beeld worden. Dit gaat onze nieuwe voorgevel worden. En een voorgevel niet heel groots. Ik ga jullie allemaal uitleggen wat we gaan doen. Hoe we het gaan maken. We gaan een aantal dingen in het pand veranderen. Indeling, uitstraling, verlichting, dat soort dingen. Het zijn allemaal dingen die gaan komen. Dus blijven ze volgen. Ik ga jullie sowieso laten zien hoe we dus gaan veranderen. Of in ieder geval wat we gaan veranderen. En blijf kijken. We gaan naar binnen. Ja, het stof ligt al op de auto's, oftewel er wordt stevig gewerkt, geklust, gezaagd, geboord en uiteindelijk weer opgebouwd. Ze zijn helemaal boven begonnen, tweede etage, dus wat dat betreft hoop ruimte en daar gaan we jullie mee naartoe nemen. Dit is de entree, daar gaan een hoop aan veranderen. Vloer wordt licht, andere verlichting, andere kleurenstelling van de bar, schilderwerk en dat soort dingen. Dus kom verder. Dit is showroom gedeelte 1. Hier hebben we een kantine zitten. Daar gaan we een gedeelte van openbreken. Dus het glas wat daar zit gaat eruit. Die is aan een rek, dat gaat allemaal weg. Daar gaan we een soort huiskamer idee van maken. Keuken, woonkeuken. Een beetje in principe wat we nu al hebben. Alleen dan in de vorm van hier. Zo simpel is het. Dus dat. Hier komen dan uiteraard wat mooie auto's te staan. Ik denk dat we hier of ook nog een ruimere zithoek maken. Of niet, daar twijfel ik nog even over. Maar het zijn zoveel meters die we moeten vullen. Dat we toch wel eventjes een paar keer na moeten denken wat we nou echt gaan doen. Ik heb het in ieder geval in mijn hoofd zitten, dus het komt sowieso goed. Mooie nieuwe verlichting, spots, professionele verlichting. Dus om echt de auto's mooi te kunnen presenteren, hebben we daar een professionele partij voor ingeschakeld die daar iets heel moois van gaan maken. Dus dit is showroom gedeelte. Hele grote werkplaats hebben wij, gaan we zo naartoe. En dit is straks open en dat ziet er in één keer heel anders uit. Dus er komt een voor en een na die video uiteraard, maar dit is in ieder geval introductie. Nou, de eerste etage. Ja, eigenlijk de volledige eerste etage is ook volledig showroom. Klein gedeelte kantoren, maar goed, dat is in verhouding een klein stukje van de verdieping. Dit is gedeelte 1, dat noem ik het eventjes. Mooi veel licht, veel ramen eromheen. Nou, dadelijk met goede verlichting en een lichte vloer, zoals we die nu ook hebben, dan denk ik dat de auto's daar erg mooi uit gaan komen. Dan kan je eigenlijk om de autolift heen, die hier dus zit, in het midden van het pand. Dat is wel mooi, want daarmee ben je centraal constant, kun je op elke verdieping komen met de auto's. Ja, makkelijk erin en eruit. Zo simpel is het eigenlijk. Nou, dit is het hoekje om. Hier gaan we een grote bar maken. Echt rond. Je ziet hier een zwart stuk tapijt liggen. Nou, dit is ook ongeveer precies waar de bar gaat komen. Dat is wel leuk. Dus hij begint hier, gaat hij rond. Hop, en daar kan je dan achter de bar komen. Dus wordt het denk ik een gezellig hoekje van de showroom. Hier heb je nu twee kantoren. Nou, het licht is uit, dus als ik nu even zo doe, dan is het licht aan. Daar zit een dichte wand in. Nou, dat betekent dat dat kantoortje dan namelijk weer heel donker wordt. Nou, dus wat gaan we doen? De wand eruit, glas erin. En daarmee dat kantoortje dus ook wat meer licht. Nou, en de kleurenstelling is natuurlijk niet helemaal wat het moet zijn voor mij, voor ons. Dus licht. Ja, dan als het nodig is om eventjes met de deur dicht te werken of eventjes met mensen te zitten die bepaalde dingen niet in het openbaar willen bespreken, kan ik begrijpen. Als het om een stukje financiën gaat bijvoorbeeld, dan kunnen we daar de deur dicht trekken en dan gaat alles zoals het moet. Dus dat, daar om de hoek nog kantoor, kantine en dat soort dingen. Ja, dat is allemaal leuk, maar ik denk niet spannend. Dus we gaan nu naar de tweede etage. Tevens dus de laatste etage, de hoogste. En daar gaan we hele mooie dingen doen. Daar komt 1 mijn kantoor, 2 een stuk showroom en 3, dat is iets heel nieuws, een nieuwe afdeling, het Grepen Automotive Hotel. Dus stel, jij hebt dadelijk, of jij hebt nu een aantal auto's of een auto waar je niet veel mee rijdt, maar die wil jij veilig, warm, droog, geconditioneerd, onder spanning. Dan gaan wij dat stukje van je overnemen. Dus jij kan bij ons dadelijk je auto stallen. Die houden wij dus in beheer. Als er wat moet gebeuren, gaan wij dat voor je doen. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat gaan we allemaal
op de bovenste etage doen. Daar heb ik 1000 meter gereserveerd. En ik verwacht daar zo'n 60, 70 auto's dadelijk neer te zetten. Hij staat al voor de helft vol met het aantal aanmeldingen wat ik dus al heb. En ik verwacht ook dat hij binnen een aantal maanden dus helemaal vol zal staan. En ja, heb je nou bijvoorbeeld een sportauto, of niet een sportauto, maar gewoon een auto die eventjes aan de kant moet. Wissel je van je eigen auto's enzovoort. Ben je een collector, hè? Dus heb je meerdere auto's voor de investering. Dat soort dingen, ja, bel mij. Je kan hem bij ons kwijt. Heel mooi jaartarief, anders maandtarief, kwartaaltarief, alles kan. Uiteraard neem je een jaarabonnement, is dat goedkoopst. En dus dat, we gaan gewoon naar boven. De tweede etage, de bovenste etage. Dit gedeelte wordt showroom, dus alles gaat in dezelfde huisstijl als we dat nu hebben. Dan wel nog ietsje mooier. Daar is de lift, dus hier zie je nu de bovenste etage. Daar staat nu een oprijwagen staat hier. Dus de auto kan van beneden helemaal naar boven toe. En dit wordt dus de hele etage waar we meerdere dingen gaan doen. Showroom en daar, een stukje verder, dat is het hotel. Hier gaat het dus gebeuren. Hier gaan we dus hele mooie vakken maken waar we de auto's dadelijk allemaal neer gaan zetten in het hotel. Stroompunten, dat soort dingen, dat wordt allemaal hier gemaakt. Hij staat dus droog, hij staat warm, geconditioneerd met een goed klimaat. Het is een heel jong pand, waardoor dus het luchtklimaat hier, het leefklimaat misschien wel, ja, gewoon perfect is. Kan haast niet beter. Dus zo ook de auto. Die staat niet in de vochtige ruimte, niet in de kou enzovoort. Veilig, hoog en droog. Dus dat gaan we hier doen. Binnenkort hierover dus meer informatie. Ik ga het nog een keer in detail uitleggen. Dadelijk zeker als de auto's er staan. Op onze site komt dat helemaal in beeld. En dan wellicht staat je auto hier wel binnenkort. Dan wel over een paar weken. Dus zodoende. Nou, als laatst het kantoor. Hier zijn ze dus op druk bezig om een raam te maken in toen de dichte wand. Nou, die is opengezaagd, wordt een constructie gemaakt. Er komt heel mooi glas in, zodat er in het kantoor veel licht komt. En dat ik van het kantoor nog steeds kan zien of hierboven wat gebeurt. Ook niet onbelangrijk. Nou, dit wordt een stukje wand gezet om hier dus een aparte ruimte te maken los van het kantoor. Daar zit nog een deur namelijk. He, dus willen wij wat spullen uit het zicht zetten, dan zetten we dat daar mooi neer. En de kommerkeuken, een bar en dingen. Alles voor deze etage, zodat deze etage zeg maar, zelfvoorzienend is in eten en drinken, toilet, dat soort dingen. Dat gaat allemaal hier gebeuren. En voor de rest recht toe, recht aan denk ik. Nieuwe verlichting, andere kleur op de vloer. En de wanden, alles wordt helemaal in de huisstijl van Grip Automotive. Dus je kan er het mooiste van verwachten. Dat gaat zeker goed komen. Een paar weekjes. Ik denk zelfs dat we krap aan een maandje nog bezig zijn. Voordat alles helemaal klaar is. Maar ik heb er zin in. Ik kan niet wachten. Dit wordt een lange maand voor mij. Dat zal iedereen wel begrijpen. Maar we gaan er gewoon voor. Uiteindelijk is een maand zo voorbij. Zo, laatste gedeelte. De werkplaats. Nou, die is nu 400 vierkante meter groot. Dat is voor ons net niet nodig, laten we het zo zeggen. Ik kan wel zeggen te veel, het is niet nodig. Dus we gaan deze ruimte anders indelen. De werkplaats is nu in een soort L-vorm. En de voet van de L, die maken we dus, die snijden we eigenlijk af door de werkplaats te spitsen. Precies hier op de helft. Dus het is 200 en 200 dadelijk hier. Wat gaan we hier dan doen? We gaan hier afleverplekken maken voor de verkochte auto's. Dus auto's die klaar zijn en die worden pas over een paar dagen opgehaald. Die zitten we dan mooi hier zo klaar in een rij. En de auto's die dus bijvoorbeeld straks weggaan, die verkocht zijn, die kan je zo via de deur hier naar buiten rijden. Staat die klaar met een strik, gezelligheid, feestje, je kent het wel. Dus dat gaan we hier doen. En dan hier, de lange zijde. Dat zijn 5 deuren, dat is erg prettig werken. Elke auto die dus dadelijk in de werkplaats staat, heeft zijn eigen roldeur. Dus er hoeft niks aan de kant enzovoort. Hebben daar 5 werkplekken. Uiteraard wordt het weer helemaal schoon, nieuw, vloer mooi, verfwerk mooi, verlichting mooi, je kent het wel. Dus het wordt hier gewoon een mooie, frisse werkplaats waar we dus alles gaan doen wat we nu doen. Alleen waarschijnlijk dan keer een aantal keer. Gewoon, we gaan linkerbaan. Uitlaatsystemen, wrappen gaan we dadelijk doen, steenstoffolie, dat soort dingen. Tuning, poetsen, coating, alles wat we nu al doen,
plus nog steenstoffolie en wrappen. Dat gaan we allemaal dadelijk in huis doen. Daar gaan we deze ruimte voor gebruiken. Dus daar gaan jullie veel van zien. Ik denk dat we heel het pand gehad hebben. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als ik nou in mijn eigen termen moet spreken en qua panden en showroom enzovoort, dan denk ik dat dit de linker baneneditie van de showrooms gaat worden. Het wordt gewoon dikker dan dik. Praktisch, mooi, strak. Alle auto's staan er dadelijk als nieuw bij, uiteraard zoals ze nu zijn. Alleen met nog meer exposure, met nog meer licht. En gewoon, ja, op zijn linkerbaan. Ik kan er niks anders van maken. Het wordt gewoon heel vet. Een maandje, dan is het ongeveer klaar, denk ik. Er zullen misschien links en rechts nog een schroef in moeten. Maar dat is denk ik wel de termijn dat wij erin gaan. De grote opening, ja, die laat op zich wachten. Waarom? Ja, corona. Ik hoef het niet uit te leggen. Maar let op. Als alles weer mag, als we weer los mogen, dan gaan we hier los. Het gaat gebeuren. Dus kan niks anders van maken. Blijf ons volgen, blijf kijken, blijf de ontwikkelingen volgen. Elke week doe ik een update van hoe het pand erbij staat. Wat er anders is, wat er nieuw is enzovoort. Dus blijf ons volgen, kan niks anders van maken. Abonneer dus vast op ons kanaal. Het belletje aan, notificaties, weet ik voor hoe je het allemaal noemt. Je weet wat ik bedoel, ga dat doen. Blijf ons volgen op social media als Instagram en Facebook. En meer kan ik er niet van maken, jongens. Ik zie jullie bij de volgende video. Tot later.